De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, zal nauw betrokken worden bij het uitstippelen van het beleid op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EOTI. Volgens het ministerie is het duidelijk dat binnen het herstel van de economie en met name het ontwikkelen van het economisch beleid, de VES een belangrijke rol zal spelen. Dit kwam naar voren tijdens een ontmoeting tussen de organisatie van economen en minister Saskia Walden van EOTI. VES-voorzitter Winston Ramoutersing was zeer ingenomen met het bezoek. Volgens hem is het de eerste keer dat een minister van dit ministerie zijn vereniging heeft uitgenodigd voor een ontmoeting. Ramoutersing benadrukte dat de VES redelijk goed weet wat er hapert binnen de economie van ons land. De vorige regering is dan ook van advies voorzien, maar heeft er niet veel mee gedaan. Minister Walden is er optimistisch over dat de VES een bijdrage wenst te leveren bij het oplossen van de economische vraagstukken. Vooral omdat de huidige regering met verschillende uitdagingen wordt geconfronteerd. Daarom is volgens haar gekozen voor een hechte samenwerking tussen het ministerie en de VES. Walden vroeg de economistenvereniging haar onder andere bij te staan bij het formuleren van richtlijnen voor het verbeteren van het subsidiebeleid bij specifieke goederen, de zogenoemde subject- of objectsubsidie. Ze wees er verder op dat het investeringsklimaat aantrekkelijk moet worden gemaakt om zo goedkopere kapitaal beschikbaar te stellen voor ondernemers.